Assalamu alaikum, vrede zijn met jullie en welkom terug bij waaromislam.nl. Vandaag gaan we verder met het verhaal van een van de beste mensen die op deze aarde hebben gelopen. We gaan het hebben over de profeet Lot, vrede zijn met hem. We zullen gaan kijken naar het leven van Lot, naar zijn volk, de boodschap en uitnodiging van Lot, vrede zijn met hem. Lot, vrede zijn met hem, leefde in hetzelfde tijdperk als de profeet Abraham, vrede zijn met hem. En sterker nog, Lot was de neef van Abraham. Zoals we gezien hebben in deel 2 van Abraham, vrede zijn met hem, was Lot samen met zijn neef Abraham en zijn vrouw Sarah naar Egypte gegaan. Nadat ze een tijd in Egypte waren geweest, keerden Abraham, Sarah en Lot terug naar Palestina. Lot verliet Abraham en ging naar een stad genaamd Sodom. Lot zou de mensen daar uitnodigen naar Allah, de schepper van de hemel en de aarde. De mensen in de stad Sodom waren voorstanders van homofilie. Sterker nog, ze pleegden deze slechte daden in het openbaar. Stel je voor dat je vandaag de dag op straat loopt en je ziet een man en een vrouw seks hebben in het openbaar. Dat zou al schokkend zijn. Maar het volk van Lot pleegde homofilie in het openbaar. Ze kwamen ook heel vaak bij elkaar om deze verwerpelijke daden te plegen. Daarnaast had het volk van Lot, vrede zijn met hem, de gewoonte om de reizigers te beroven. Ze waren dus struikrovers. Het waren asociale mensen die heel grof waren. Heel grof, in woord en in daad. Ze schaamden zich ook nooit dat ze homoseksuele daden in het openbaar begingen. Allah zond in zijn genade een profeet naar hen toe. Lot, vrede zijn met hem. Lot, vrede zijn met hem, ging zijn volk uitnodigen naar het aanbidden van die ene ware God, de schepper van de hemel en de aarde. Lot riep hen ook op te stoppen met het plegen van homoseksuele daden. Lot gaf ze het advies dat hij een man was, gestuurd door God. Jullie schepper, o mijn volk, ik ben een profeet van Allah. Gehoorzaam mij dus. Lot riep ze ook daarnaast ook op te stoppen met het beroof van de reiziger. Waarom? Dit zijn allemaal zaken waar Allah niet van houdt. We lezen in de Koran in hoofdstuk 7, vers 80 en 81. Wij zonden ook Lot. Hij zei tegen zijn volk, plegen jullie de ergste zonde zoals voor jullie geen van de wereldbewoners gepleegd heeft? Waar ik jullie oefen jullie lusten op mannen uit in plaats van op vrouwen. Nee, jullie zijn het volk dat de grenzen overschrijdt. Hier zien we dat Lot zijn volk aanspreekt. Lot, vrede zijn met hem, probeert hun verstand aan te spreken. Zo zegt hij heel verbaasd tegen hun, jullie oefenen jullie lusten uit op mannen? Op mannen in plaats van op vrouwen? Lot, vrede zijn met hem, probeerde logisch met hun te redeneren. Hier zien we ook dat het volk van Lot, vrede zijn met hem, het allereerste volk op aarde was. Het allereerste volk op aarde dat homoseksuele daden pleegde. Niemand op aarde sinds Adam, vrede zijn met hem, is hun volk geweest in het plegen van deze verwerpelijke daden. Maar het volk van Lot wilde niet luisteren naar Lot. Ze wilden gewoon doorgaan met het plegen van homoseksuele daden. Ze wilden gewoon doorgaan met het beroof van de reiziger. En alle andere verwerpelijke daden. En weten jullie wat het antwoord was van het volk van Lot nadat hij hun had aangesproken? Het volk van Lot zei het volgende. Het antwoord van het volk van Lot was slechts dat zij zeiden, verdrijf de familie van Lot uit jullie stad. Waarlijk, het zijn mensen die zichzelf reinigen. Dat is te vinden in hoofdstuk 27, vers 56. Dat was het antwoord van het volk van Lot, vrede zijn met hem. We zien dat zij geen goed antwoord hadden op hetgeen Lot tegen hen zei. Zij waren machtig in de stad en gedroegen zich arrogant. Het antwoord van het volk van Lot is denigreren. Zo van, jullie zijn mensen die rein willen zijn? Zogenaamd puur willen zijn? Maar wij zijn hier de baas. Wij zijn de baas in deze stad. En als jullie niet naar ons gaan luisteren, zullen wij jullie wegjagen uit deze stad. Lot, vrede zijn met hem, verdroeg al deze uitspraken geduldig. Hij wilde het beste voor zijn volk. Hij waarschuwde zijn volk vele, vele, vele malen dat als ze niet zouden stoppen met het plegen van deze daden, Allah hen zal bestraffen. Maar ook deze waarschuwingen waren aan dovemans oren gericht. Het volk van Lot, vrede zijn met hem, lachte Lot uit en ze keken op hem neer. Allah stuurt hun een profeet. En wat doen zij? Zij lachen de profeet uit die hun enige redding is. Lot, vrede zijn met hem, bleef zijn volk uitnodigen naar het aanbidden van Allah. Omdat ze moesten stoppen met het plegen van homoseksuele daden. Zo lezen we in hoofdstuk 29, vers 28 tot met 30. En gedenk Lot toen hij tegen zijn volk zei, pleeg geen gruwelijke daden. Want niemand van de wereldbewoners is jullie daarin voorgegaan. Waarlijk, jullie benaderen de mannen en beroven de reiziger. En jullie plegen het verwerpelijke jullie samenkomst.
Maar zijn volk gaf hem geen ander antwoord dan: breng Allah's bestraffing over ons als je tot de waarachtige behoort. Lot zei: mijn Heer, geef mij de overwinning over het volk dat uit verderfzaaiers bestaat. Hier zien we weer dat Lot, vrede zij met hem, zijn volk uitnodigt naar het goede. En hij roept hem op om berouw te tonen voor de slechte daden die zij gepleegd hebben. In plaats van dat zij berouw gaan tonen richting Allah en dat ze zijn profeet Lot, vrede zij met hem, gaan gehoorzamen, roepen zij letterlijk, maar dan ook letterlijk, de bestraffing over zichzelf uit. We lezen in dit vers dat ze om de bestraffing van Allah vragen. Toen zijn volk om de bestraffing van Allah vroeg, riep Lot, vrede zij met hem, Allah aan. Allah verhoorde zijn gebed direct, echt direct, en stuurde engelen die aan Abraham voorbij kwamen, om aan Abraham te vertellen dat hij een zoon zou krijgen. Maar Allah had ze ook gestuurd om het volk van Lot te bestraffen. En hier zien we weer de zachtmoedigheid van de profeet van Abraham, vrede zij met hem, en van alle profeten in het algemeen. Toen Abraham erachter kwam dat de engelen ook kwamen om het volk van Lot te bestraffen, begon hij bij Allah te pleiten. Abraham had graag gewild dat het volk van Lot berouw ging tonen. Dat zij hun zonden zouden opgeven, omdat zij het juiste geloof zouden gaan volgen. En hetzelfde geldt voor Lot. Hij was, ondanks dat zijn volk hem belachelijk maakte en hem zoveel pijn had gedaan, was hij verdrietig. Hij was verdrietig toen hij hoorde dat zij daadwerkelijk bestraft zouden gaan worden. In hoofdstuk 11, vers 77 lezen we dit. Waar Allah zegt: en toen onze boodschappers bij Lot kwamen, was hij bedroefd voor hun. Hij voelde zichzelf door hun in het nauw gedreven. Hij zei: dit is een zware dag. Nadat de engelen Gabriel, Michael en Israfil de profeet Abraham hadden verlaten, gingen ze als drie knappe jonge mannen richting Sodom, de stad van Lot. Ze vroegen aan Lot om hen als gasten te accepteren. Lot accepteerde deze drie mannen gelijk en liet ze snel naar binnen. Hij was namelijk bang dat zijn volk erachter zou komen, dat deze mannen in de stad waren. Het volk van Lot had Lot, vrede zij met hem, daarvoor al verboden om gasten te ontvangen, en al helemaal als het mannen waren. Maar het nieuws had zich al verspreid. De vrouw van Lot, de eigen vrouw van Lot, was naar buiten gegaan en vertelde aan de mensen dat Lot de drie zeer knappe mannen had ontvangen in zijn huis. Zo lezen we in hoofdstuk 15, vers 67 tot met 71. En de inwoners van de stad kwamen zich verheugen. Lot zei: waarlijk, dit zijn mijn gasten, beschaam mij dus niet. En vrees Allah en breng geen schande over mij. Zij zeiden: hebben wij jou niet iemand verboden te onderhouden, te beschermen? Lot zei: dit zijn mijn dochters, als jullie zo moeten handelen. Hier zien we weer dat Lot, vrede zij met hem, zijn volk oproept om hun lusten te bevredigen met vrouwen. In het volgende vers lezen we dat het volk van Lot toen zei: jij weet beslist wel dat wij nog een wens, nog een behoefte hebben aan jouw dochters. En jij weet beslist wel wat wij willen. Met andere woorden, wij komen voor deze mooie mannen. Nadat het volk van Lot bleef doorzetten in hun opstandigheid, greep Allah hen met een bestraffing. De engel Gabriel sloeg met zijn vleugel het volk van Lot. Het zicht van hun ogen was ineens weg. Zij liepen blind in de rondte. Maar ondanks dat bleven ze Lot bedreigen en zeiden ze dat ze hem de volgende dag onder handen zouden nemen. Lot werd toen door de engelen bevolen om 's nachts de stad te verlaten met zijn familie, behalve zijn vrouw. Zij was het namelijk eens met deze verwerpelijke daden en steunde het volk van Lot tegen haar eigen man, die bovendien een profeet was. Lot vertrok vervolgens in de nacht met zijn twee dochters. Toen ze de stad uit waren, werd het volk van Lot blootgesteld aan de bestraffing. Allah zegt in hoofdstuk 11, vers 82 en 83. Toen dus ons bevel kwam, keerden wij de steden ondersteboven en regende stenen van gebakken klei op hen, hoog opgestapeld, getekend door jouw Heer. En zij zijn niet ver van de onrechtvaardig verwijderd. De engel Gabriel heeft toen op bevel van Allah de hele stad Sodom vernietigd en ondersteboven gedraaid. Ook viel er hele dikke bakstenen. Op iedere steen stond de naam van de persoon die getroffen mee zou worden. Zo zien we, beste kijker, wat het einde was van het volk van Lot, vrede zij met hem. Zij pleegden homoseksuele daden en beroofden de reiziger en pleegden vele andere zonden. Ze wilden niet luisteren naar Lot, vrede zij met hem, en riepen de bestraffing over zichzelf af. Denk daarom na over dit verhaal. Allah heeft de man en vrouw voor elkaar geschapen en niet de man voor een man of een vrouw voor een vrouw. Dit is de bestraffing voor degene die deze daden pleegt. Denk daarom na. Luister naar de woorden van Lot. Gebruik je verstand en volg het juiste geloof. Bedankt voor het kijken. Dit was het verhaal van Lot, vrede zij met hem. Assalamu alaikum, vrede zij met jullie.